De NVIDIA-conferentie was in Amsterdam en de PX2 wordt geïntroduceerd. Dat is hardware voor autonomous rijden. Volledig autonomous rijden. En hier zie je hoe dat werkt. Die hardware is zo snel dat je gewoon live videobeelden vanuit radar of vanuit gewoon camera's kunt bekijken. Die software die kan dan analyseren wat dit eigenlijk zijn. En je kan op een gegeven moment ook zien van hier bijvoorbeeld lane detection. Dat kan heel erg makkelijk en daarvan kun je dan op een gegeven moment besluiten nemen waar je naartoe gaat. Dit zijn radarbeelden, waar kun je rijden en waar kun je niet rijden. Dus dat is de basis hardware en de software. Wat betekent dat in praktijk? Hier heb je BB8. Dat is een auto die is gevoed met software en er zit dan artificial intelligence in. En wat is nou het verschil? Die leren eigenlijk door te bekijken wat gewoon bijvoorbeeld een mens doet. Wat een dokter doet, een lawyer, maar in dit geval een berijder. Nou, en die moet dan leren hoe die op een gegeven moment tussen paaltjes heen gaat. Nou, in het begin gaat dat helemaal mis, maar na een tijdje kijken weet hij precies hoe dat moet. Dit is een 3000 kilometer, kan dat ding gewoon prima dit doen. Hier zien we op een gewone weg, hij rijdt gewoon zelf. En of nou je een hele goede markering hebt of niet, of zelfs hier in de natuur, waarbij het heel moeilijk is om te zien waar de weg ophoudt en waar de goede weg begint, geen enkel probleem. Nou, dat vind ik dus echt heel bijzonder. Je hoeft niet allerlei regeltjes erin te zetten, maar gewoon artificial intelligence. Een scherpe rechts, geen enkel probleem, bang, hij gaat gewoon de goede kant uit. En deze uitdaging vind ik helemaal mooi. Een obstacle. Hij ziet gewoon dat er op wegonderbreking is en dat je een omleiding hebt. En hij gaat precies links en rechts naar beneden. Dit hoef je niet te vertellen. Je moet alleen heel veel rijden en dan wordt dat gewoon gevoed. Nou, dit is samen met HD Maps die je nodig hebt. Kun je ervoor zorgen dat die auto's overal ter wereld kunnen rijden. En NVIDIA heeft dit dus gewoon hardware, software en ook een testauto. En zie hoe indrukwekkend dat eigenlijk is. En dit is dan een manufacturer of grafische kaarten die normaal alleen maar gebruikt wordt voor netwerken. En die maken dus nu software, artificial intelligence software, die 's nachts, in de dag, in regen, in sneeuw gewoon prima rijdt. Een compleet platform voor autonomous rijdende vehicles. En dat komt nu echt gewoon heel snel erbij. En je ziet hier allerlei camera's en radars, alles kan worden aangesloten. Innovatie uit de auto-industrie komt nu niet alleen maar uit de auto-industrie zelf, maar vooral ook uit Silicon Valley. Dit is echt indrukwekkend. De toekomst komt er snel aan.